Mijn dag begint hier, op kantoor, om 7:15. Dan haal ik medicijnen, papieren en eventueel sleutels van cliënten. Dan de communicatie doorlezen en om 7:30 moet ik al bij de eerste cliënt zijn. Goedemorgen! Wat me aantrok in de thuiszorg? Nou, de zelfstandigheid bij de mensen thuis. Kijk, ik werkte eerst in een ziekenhuis, maar nou, dat was echt niks voor mij. Laat mij maar gewoon lekker bij de mensen thuis komen. Zo, alles goed? Tot 12:00 zit je in de wijk bij de cliënten. Dan gaan we naar kantoor een broodje eten en dan gaan we 's middags weer terug de wijk in. Bij de thuiszorg heb je weekenddiensten en ook nog avonddiensten. Ik werk in een team met 7 verzorgenden en verpleegkundigen, wat inhoudt dat ik niet iedere dag bij dezelfde cliënten kom. Ik probeer er wel zoveel mogelijk dezelfde gezichten langs te laten komen, waardoor je een echte band opbouwt met de mensen. Het werkt heel gevarieerd, verschillende culturen, verschillende soorten mensen. De verzorgende taken, tot en met de verpleegtechnische handelingen. Dat maakt het voor mij gewoon heel erg leuk. Gewoon die variatie dat je moet inspelen in de situatie. Soms krijg je een alarm tussendoor. Toen moest ik naar mevrouw Pietersen toe. Bleek ze achteraf op de grond te liggen. Ik mevrouw weer opgeraapt, netjes in de stoel gezet, kreeg ik in één keer het alarm dat mevrouw van der Bilt niet lekker was geworden. Vertrouwde het niet helemaal. Toch maar de huisarts gebeld en de familie ingelicht. Ja, dan hoor je toch de volgende dag dat ze in het ziekenhuis is overleden. Nou, het doet wel wat met je, want ja, je moet toch een keuze maken van bel je nou wel of niet de huisarts. Ja, het geeft me wel een goed gevoel dat ik het wel gedaan heb. Want ja, de familie heeft nu wel eigenlijk nog een beetje het laatste afscheid kunnen nemen. De maatschappij verandert. De mensen willen langer thuis blijven wonen. De mensen willen thuis sterven. En die begeleiding is wat we willen geven. Ik vind het fijn dat ik met mijn collega's die mogelijkheid kan bieden om de mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Het is een heel boeiend, bijzonder en hartverwarmend vak.